Dat is een goed plan, want op die manier zorgen we ervoor dat er straks, als er wat meer oude mensen zijn, genoeg mensen blijven om goed voor ze te zorgen. Ik vind het een slecht plan, want het werkt niet. En het is ook nog eens een heel oneerlijk plan. Omdat het vooral de mensen zal treffen, denk ik, die een laag inkomen hebben, die een laag sociaal-economische status, zoals dat heet. Want die kunnen zich aan die maatregelen niet onttrekken. En die mensen die hebben vaak een hele slechte gezondheid, rond hun 60ste al. En leven ook niet zo heel lang. Ja, daar zouden we inderdaad wat aan moeten doen. Dus we zullen eerder mensen die in een fysiek zwaar beroep zitten, hun in staat moeten stellen om zich ook om te scholen naar andere beroepen waar ze langer met plezier en met passie in kunnen werken. Het blijkt keer op keer dat werkgevers oudere werknemers helemaal niet zo aantrekkelijk vinden om in dienst te hebben. Ze willen er eigenlijk zo gauw mogelijk vanaf. En als de oudere werknemers dan langer in dienst moeten houden, zoals zal blijken natuurlijk als de AW-leeftijd verhoogd wordt, dan zullen ze dat gevoel nog eerder hebben. Dus ze zullen nog eerder van een oudere werknemer zelf willen. Daar ligt ook de grote uitdaging voor onze samenleving om ervoor te zorgen, ook werkgevers, dat mensen bij de tijd blijven. En inderdaad, dat is de grote opgave die voor ons ligt. En daar moeten we ook hard aan werken. Juist door de vergrijzing zullen mensen met een universitaire opleiding meer gaan verdienen. Nou, dan kun je dus wel wat van afromen door hoger collegegeld te vragen en dergelijke. Dus dat is dan de oplossing voor het onderwijs, in de financiële oplossing in ieder geval. En in de zorg geldt eigenlijk hetzelfde. Je zult daar ook mensen die zorg vragen, zul je meer moeten gaan vragen om zelf bij te dragen. Mensen worden steeds ouder, worden minder kinderen geboren. Dat betekent eigenlijk dat heel veel mensen zijn om voor te zorgen, heel veel oude mensen, relatief weinig handen. Dus we moeten ervoor zorgen dat er genoeg handen aan het bed blijven. Ik hoop dat ze inderdaad hun verstand gebruiken en inzien dat die verhoging van de AW-leeftijd niks oplevert. Alleen maar negatieve effecten. Het kabinet heeft als doelstelling aan de CER meegegeven dat ze 4 miljard moeten bijeen zien te schrapen om een goed alternatief te hebben voor de AW-verhoging. Ik hoop dat ze die kunnen vinden. En ik denk eigenlijk dat het heel makkelijk is om die te vinden. Ik heb het zelf al eens geprobeerd. Het is naar mijn idee een peulenschil om 4 miljard bij elkaar te schrapen.